Sommige mensen gaan filojappen, postzegels verzamelen of drugs verkopen op sigaret. Maar Piet niet. Piet Helder uit Oude Niedorp die heeft één passie. Het telen van bieten. Hij is zelfs de allereerste wereldkampioen bieten telen. En ik heb hem aan de lijn. Piet, goedemiddag. Goedemiddag Rob, hier Piet Helder van de Dorstige Biet. Piet, hoe is het ooit begonnen met het... Want ik moet de mensen denken, wat is de nieuwsaanleiding hiervoor? Waarom heb je Piet aan de lijn? Nou, ik vond het een opvallend bericht. Jij bent... Hoe dit allemaal begonnen is. Nou, ja. Waarom? Nou, dat nee, Piet, wereldkampioen. Bieten telen. Ja, waarom is er... Je bedoelt die wereldkampioen van 45 jaar terug. Oh, duurt het zo? Is het zo lang al? Ja, zeg het eens. Piet... Ja? Ja. Hoe is het ooit begonnen, allemaal? Het is begonnen met een klein weddenschapje. Want er stond bij mij iemand in de tuin, een zekere Keetman uit Schagen. Hij zegt, wat heb jij in kleine bietjes? Nou, dat laat je niet zomaar zeggen. Nee. En ik zeg, zijn die van jou groter? Ja. Ja, hij dacht van wel. Ja. Maar dat blijkt natuurlijk een paar maanden verder. En het was november en dan is het tijd om de bieten uit de grond te halen. Hadden wij dus een paar neutrale juryleden opgetrommeld. En ieder zijn zwaarste biet meegenomen. Ja. En over één weegschaal. En laten we toch het verschil hebben van 14,4 kilo en 14,2 kilo. En wie had die 14,4? Die was van mij natuurlijk. Is dat geleden, Piet? Dat is 45 jaar terug. En toen ben jij, heb je eigenlijk jezelf benoemd, tot wereldkampioen bietentelen? Of ben je echt wereldkampioen? Ja, nou kijk, toen begon het natuurlijk. En wordt nergens in de wereld worden zulke zware bieten geteeld. Als hier in de kop van Noord-Holland. Ja. En dan moet je regels maken natuurlijk. Dan gaat het erom dus dat op de een en dezelfde dag het zaad uitgereikt wordt. En dat iedereen gelijktijdig kan starten. En dat gebeurt dan in het voorjaar in februari. In februari wordt het zaad uitgereikt. En dan kan iedereen gelijk beginnen. Piet. En dan is het ook de zaak dus dat er op dezelfde dag alles in één keer gerooid wordt. Dan wordt de zwaarste biet bepaald bij de diverse leden. En dan wordt de zwaarste biet meegenomen. En dan moet die ook weer over één en dezelfde weegschaal. Ja, want als we niet met twee maten gaan wegen natuurlijk. Ik heb weinig verbinding. Piet, ik hoor jou echt luid en helder, zou ik willen zeggen. Kan je even beter voor de microfoon, want ik hoor bijna niks. Piet, hoor je mij? Ja, hoor ik je goed. Wat is het geheim van goede, zware bieten? Ja, daar wordt eigenlijk heel weinig over gesproken, want iedereen heeft zijn eigen maniertje. Dat dacht ik al. En er wordt natuurlijk van alles bedacht. Tot vloerverwarming en dus in de grond. Er wordt met kunstmatig licht en van alles. Rendierenmest en van alles wordt er geprobeerd. Rendierenmest, Piet? Wat? Rendierenmest? Ja. Ongelooflijk. Kijk, er lopen mensen, bietenleden lopen er in de artis van alles op te rapen. Je hebt kunstmest, je hebt biologische mest. Er wordt van alles geprobeerd. Ongelooflijk. Niks is te gek. Nee, ik snap het. En waar in de tijdlijn zitten we nu? Is het bijna weer oogsttijd? Nee, november zeg je. Ja, het is, nou dat zal ik je vertellen. Het is 3 november is het rooidag. Ja. En dan gaan de rooiploegen alle leden langs. Ongeveer 40 man is er dus die dag in touw om alle zwaarste bieten van de diverse mensen op te halen. Piet? Hoeveel mensen doen er mee eigenlijk? Er doen er nou ongeveer 350 mee. Wat? Ja, dat is echt heel veel. Niet zomaar wat. De hele kop van Noord-Holland is in de weer. Een kop als een biet, zeg maar, daar in Noord-Holland. Ja, en dan moet er nog 6 dagen gewacht worden. Want 9 november, 6 dagen later, is er een gigantisch bietenbal. Dan is ook het volledige verkeer in Nieuwe Niedorp en de omgeving geheel ontwricht. Dan gaat Jan Jonkers ook de hele avond op de trap zitten bij het bietenbouw. Ja, al die bietenbouwers komen dan richting het dorpshuis Prins Maurits in Nieuwe Niedorp. Ja, en dat is dus in november. Hoe staan de bieten er nu bij, Piet? Nou, dat zal ik je vertellen. Ze stonden er geweldig bij. En nu hebben we afgelopen weekend nog een storm gehad. Ja, oh ja. En ik heb
diverse bieten met zwart blad kapot gewaaid. Oei. En dan heb je meteen alweer een gigantische achterstand. En dan is er wat bladgroen weg. Ja. En dan ja. is het hele ja. assimilatieproces Precies. van de snelle groei is verdwenen. Ja, en heb je nog wel goede bieten over? Ja, zeker. Ja. Altijd dan wel. Maar ja, je krijgt het toch weer een knauw natuurlijk. Hè. Ja, nou, zit ik dat de concurrentie ja. ook stormschade heeft. Hm. Maar ja, daar gaat het om. Het is een gezelligheidsvereniging met een gigantisch wedstrijdelement erin. Ja, ik wil zeggen, noem het maar gezellig. Er is natuurlijk een haat en nijd uiteindelijk. Mensen staan elkaar met de biezen en bieten de hersens in. Ja, precies. En maar hoe zit dat dan? Want je zegt het is een gezelligheidsclub, maar het is eigenlijk een enorme harde strijd. Het is een keiharde strijd. Ja. En dan over het bietenbal. Ja, nog even over het bietenbal. Nou, daar komt de zwaarste komen binnen, de zwaarste team. En er is categorieën van jeugd tot 16 jaar. Dames en de algeheel kampioen. De algeheel kampioen kan ook uit de jeugd en uit de dames komen. En dan komen die op het schavot te staan. En het Wilhelmus wordt gespeeld. De bietenmissen komen eraan. Grote verloting met honderden prijzen. We hebben een prachtig toneel. En dan komt de zwaarste biet met een of andere stunt in de zaal. Wanneer vindt het allemaal plaats, Piet? Dat vindt 9 november plaats. En waar is dat? Kunnen mensen in daarheen? In Prins Maurits in Nieuwenidorp. Is dat openlijk toegankelijk? Dat is openlijk toegankelijk, zeker. En dan komt daar een zee van artiesten hebben we daar natuurlijk. En dan met een stunt en zoals, dan wordt die zwaarste beat die bijna niet te tillen. Dan hoe zwaar is de zwaarste? Er wordt een kameel ingehuurd of een trekker of een motor met zijspan. We hebben vaak BN'ers aanwezig. Wil Hartog hebben we al een keer de zwaarste beat binnengebracht. Theo Komen, de sportverslaggever. Oh, echt? Theo Komen, vet! Ja, Theo die zelf. Was ook aanwezig hoor. Ja. Het is ook een gigantisch bietenbal natuurlijk. Het is niet normaal. Piet, we gaan erheen. 8 november. En heeft u nog een website? Kunnen we daar iets over vinden? We hebben een website, dat is Bietenclub De Dorstige Biet. Lekker weg in eigen land. En daar staat alles op natuurlijk. Piet Helder van Bietenclub De Dorstige Biet. Dankjewel. Ja, dat is gigantisch. Iedereen kan meedoen. En in februari wordt er weer zaad uitgereikt. Er zijn complete vriendengroepen. Zoals zijn allemaal lid natuurlijk van De Dorstige Biet. Maar die hebben nog even een vriendengroepje zaadje in het gaan. In Opdam bijvoorbeeld. Volkstuiners zijn dat allemaal. Ja. En zo hadden we voorheen ook de Keisper Bietentelers ja. in achter Schagen. Piet. En dat zijn dan een hele groep met elkaar en die gaan er met z'n allen flink tegenop. Piet, ik moet het afronden. Oh ja. Ja, we hebben een jong bestuur, Piet. Dus we zijn helemaal klaar voor de toekomst. Zo is het. Belangrijk en ik vind het mooi dat er zoiets bestaat als een bietenvereniging. Wat er nog belangrijker is. Nee, ik vind het belangrijk dat het bestaat. Het is fantastisch, ja. Dit is niet meer weg te denken uit de kop van Noord-Holland. Als je bieten zegt, zeg je de kop van het Holland. Ja, het is gigantisch. Bedankt allemaal. Voor je tijd. Nog een paar maanden en dan is het hier helemaal weer oranje van de voederbieten gaat het om, hè? Ja, ik begrijp het. Bedankt. Hey, succes met je programma. Dank u wel. Doei. Marloes, zal ik even een plaatje draaien? Ja, dat is goed. Je kan ook wel gewoon... Nee, ja, ga ik even een nieuwe boek aan doen. Ik kan niet meer.